we kunnen toch niet gewoon, zonder dat we iets doen, zitten toekijken en vaststellen... Je kan het ook niet gaan zeggen. De files groeien aan. Mensen die financieel niet krachtig genoeg zijn, ja, sorry, maar jullie gaan niet meer de weg kunnen gebruiken. Het enkel voor de mensen zijn die bijbetalen. Want dat is het, daarom zijn van die grote bedrijven daar voorstander van. Hè. Het is ook zo, de persoon die zich kan veroorloven een spiksplinter nieuwe wagen te kopen, die gaat er vaker mee rijden dan de persoon die een oude wagen heeft. Die wagens worden helemaal niet vaak gebruikt. Wie gaat er nu het meeste uitstoot creëren? Dat is de persoon die uiteraard, ook al is het een gloednieuwe wagen, veel meer kilometers aflegt dan die persoon met die oude wagen.